Laurent, when you're ready, you can go. Okay, I'm ready. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce webinaire consacré à la problématique du cyber-risk. Het is voor mij een eer u te welkomen in naam van Decavi en Xenith Solution in het kader van dit webinar. Dit webinar gaat over de problematiek van cyber-risk, de gegevensbeveiliging in de verzekeringssector. Wat moet u weten over gegevensbescherming en cyberbeveiliging? La sécurité des données dans notre secteur est devenue capitale. Vous saurez tout grâce à ce webinaire ce que vous devez savoir à ce sujet. J'ai consulté une enquête qui vient d'Allianz et qui place les incidents cyber-risk en tête du baromètre des risques 2022, mesdames et messieurs. Il se classe parmi les trois premiers risques dans la plupart des pays étudiés. Vient en seconde position les interruptions d'activité et les catastrophes naturelles. Mais de hoeveelheid persoonlijke en gevoelige klantinformatie die nodig is om een klant correct te verzekeren, is het geen wonder dat de verzekeringsbranche een doelwit is voor bedreigingen in zaak gegevensbeveiliging. Alhoewel alle bedrijven in elke branche risico's lopen, zijn er een paar dingen die de verzekeraars bijzonder, spijtig genoeg, aantrekkelijk maken voor datalekken en cyberaanvallen. Onder andere de enorme hoeveelheid beschikbare informatie, de zeer gevoelige aard van informatie en de grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. Mais on voit que les attaques cyber-risk s'adaptent parce que, en fait, de plus en plus, les assureurs viennent mettre dans leurs conditions générales de nouvelles couverture. Et je voudrais les citer pour vous donner un exemple. Il y a d'abord les ransomware, ces logiciels d'extorsion qui peuvent verrouiller l'ordinateur et demander une rançon en échange du déverrouillage de celui-ci. Le grooming. Des adultes malveillants utilisent les réseaux sociaux, les forums de discussion, les sites de jeux vidéo pour préparer des enfants à l'abus en prétendant eux-mêmes être des enfants. De sextortion, de afpersing via internet voor seksueel of andere diensten, bijvoorbeeld de afpersing van geld via webcam chantage. En last but not least, de cyberpesten die discussiëren tegen jongeren, zoals kinderen en adolescenten. En dit kan inhouden dat jongeren online worden lastiggevallen, bedreigd, in verlegenheid gebracht of vernederd. Vous voyez donc que les cyberattaques peuvent toucher aussi bien la sphère professionnelle que privée. Alors, quels seront les points traités dans le cadre de ce webinaire? Eh bien, évidemment, on va parler les risques et les attentes réglementaires, les modèles de partage de données pour le secteur de l'assurance, les tendances au niveau de la cybersécurité, risques et stratégies pour les compagnies d'assurance, et on va également évoquer la cybersécurité pour les actifs numériques dans le secteur de l'assurance. Comment archiver, préserver, récupérer vos informations tout en respectant la conformité. Du sikeral, de cyberveiliging voor verzekeringsmaatschappijen, welke zijn de risico's en de verwachtingen op het gebied van regelgeving. De modellen voor gegevensuitwisseling in onze verzekeringssector. Welke zijn de trends en de risico's en strategie voor de verzekeraar? En last but not least, hoe is het mogelijk informatie te archiveren, te bewaren, terug te vinden en tegelijkertijd compliance te bereiken. Het is niet zo evident. Alors, welke zijn de sprekers in het kader van dit webinar? Vincent Naassens, hij is associé professeur docent aan de KU Leuven. Tweede spreker van deze namiddag, Sybe de Roveren, principal cybersecurity consultant en business unit directeur bij Toreon. Tim Walters, chief risk officer bij ESO Verzekering. En last but not least, François Collien, il est Business Development Manager auprès de Xenith. Alors, hier nog een paar praktische details voor de organisatie van dit webinar. De presentatie duurt ongeveer 15 minuten per spreker.
De taal van de presentatie zal of in het Nederlands voor de drie eerste sprekers zijn, of in het Frans voor François Collien. En er bestaat wel de mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie. We gaan die vragen dus beantwoorden of na de presentatie, of op het eind van die presentatie. Last but not least, die sessie wordt opgenomen. Mag ik u vragen uw micro en uw video opnieuw te zetten? Zonder langer te wachten, geef ik nu het woord aan de eerste spreker. Nee, aan Ronnie van de Zenith Solution. Hij gaat ook een klein idee geven. Ik wens u een prettig webinar en tot iets later. Hartelijk bedankt. Voilà, Ronnie, ik ben klaar. Ik geef je het woord. Dankjewel, Laurent. Het voelt wat onwennig om terug in het Nederlands te presenteren, vind ik. Hè. We hebben zo de gewoonte gekregen om dingen in het Engels te doen, maar we hebben hier een Belgisch publiek, Nederlands en Frans. U spreekt heel goed de beide landstalen. Ik ben wat sterker aan de Nederlandstalige kant. Dank u wel om het woord te passeren. Mijn naam is inderdaad Ronnie Timmermans van Xenit. Ik ben de managing director van Xenit. Wij hebben het initiatief voor dit webinar, seminar genomen, omdat we vonden dat er extra aandacht aan cybersecurity mocht gegeven worden, specifiek voor de verzekeringssector en dan nog specifieker voor digitale archieven, digitale data, de bescherming van data. We hebben daar dan een line-up van vier sprekers rond verenigd, waar we allemaal een link mee hebben. Als eerste spreker Vincent Nasis, professor aan het departement Computer Science van de KU Leuven. Wij doen met de KU Leuven onderzoeksprojecten rond het veilig uitwisselen van documenten en data tussen private cloud, public cloud, maar tussen partners van verzekeringsmaatschappijen, uw brokers, uw klanten, leveranciers, whatever partners waar je projecten mee doet, om op een veilige manier data te kunnen uitwisselen. Vincent gaat er natuurlijk alles over vertellen. Siebe de Roveren is een partij. Torion bekijkt de dingen, denk ik, wat breder qua security, een totaal aanpak qua security, waar dat wij natuurlijk dan ook initiatieven mee kunnen ontplooien rond ISO-certificatie, et cetera. Siebe gaat dat toelichten. We zijn heel blij om Tim Wouters ook aan het woord te kunnen laten als Chief Risk Officer bij Ergo. Dat is natuurlijk vanuit de praktijk gesproken, wat is belangrijk voor een verzekeringsmaatschappij in cybersecurity en cyberrisk. En waar mogelijk ook toegespitst op, laten we zeggen, digitale archieven, het bewaren, verzekeren en borgen van uw documenten en data, waar wij natuurlijk sterk op gefocust zijn. En dan de vierde spreker is François Collien, die Business Development Manager is bij ons, Xenit, die iets gaat vertellen over de historiek. Hè, waar komen wij vandaan in digitale archieven? Onze klanten, we hebben de nummer 3 en de nummer 5 in de Belgische verzekeringsmarkt al een hele tijd, die we zo veilig mogelijk natuurlijk proberen te hosten en hun archieven met hun opbouwen. Wat zijn de aandachtspunten? Waar zien we de toekomst naartoe gaan in de digitale archieven? Dat zal François dan oppikken. Dat betekent, aan de rechterkant ziet u nog even de onderwerpen. Het is duidelijk dat cybersecurity, digitale archieven voor de verzekeringsmaatschappijen, een thema is dat niet alleen in de recente dagen en weken actueel is geworden. Dat staat op de agenda en dat gaat niet meer van de agenda afgaan. En wij moeten daar maatregelen nemen om dat te beschermen. Dat gaat over de privacy van uw klanten. Dat gaat over de gevoeligheid van uw gegevens. Dat ligt ons nauw aan het hart. Agenda heb ik besproken. Dus ik denk dat ik eigenlijk kan overgaan naar de eerste spreker. Zoals gezegd, de sprekers hebben 15 tot 20 minuten. We gaan de timing wat opvolgen, omdat we anderhalf uur voorzien hebben tot 3:30. En u redelijk wat informatie te bezorgen hebben. Bij deze is mijn deel rond en geef ik het woord aan Vincent. Oké, ik hoop dat jullie mij horen en mijn presentatie ook zien. Ja, dat is oké. Ja, ik ben Vincent Nasens. Ik ben verbonden aan het departement computerwetenschappen van de KU Leuven. En mijn onderzoeksactiviteiten situeren zich in
in de groep Distrinet. De groep Distrinet, dat waren eigenlijk de internetpioniers in Vlaanderen in de jaren 80. En ondertussen zijn we uitgegroeid naar een groep van meer dan 100 onderzoekers in het domein van software security en privacy. Het is ook de reden daarom, denk ik, dat Ronnie mij gevraagd heeft deze namiddag om een stukje van ons onderzoek te ontsluiten. Een stukje wat we doen rond gecontroleerd delen van data. En dat is ook een stuk onderzoek dat we samen uitvoeren met Xenit om eigenlijk in de toekomst nieuwe softwareplatformen te gaan ontwikkelen. Ook voor de verzekeringssector met betrekking tot het ontsluiten van data voor derde partijen op een veilige en privacyvriendelijke manier. Ja, dus als ik even terugzoom naar hoe de digitalisering er heeft uitgezien, dan kunnen we zeggen dat de eerste informatiesystemen die we gekend hebben in de jaren 90, begin jaren 2000, vrij eenvoudige informatiesystemen waren, waar al bij al een beperkte hoeveelheid data werd verzameld en vervolgens heel intuïtieve, heel eenvoudige processing op die data gebeurde. En tijdens die eerste digitalisatiegolf, dan werden wel wat data verzameld over personeel, over klanten en over stokinformatie. En in feite werden die data gebruikt om heel eenvoudige digitale operaties te gaan uitvoeren. Als ik denk naar personeelsmanagement, dan werd bijvoorbeeld een adres en een rekeningsnummer bijgehouden om salarissen op een goede manier te storten. Ja, customer data werd bijgehouden om goederen op een goede manier te leveren aan personen of e-mailadressen om informatie op te sturen. En er werd ook informatie over stokgegevens bijgehouden. Nu zien we tijdens die tweede digitalisatiegolf dat alles wel een stukje complexer komt en dat er steeds meer data wordt bijgehouden en dat er ook steeds complexere processing is gebeurd op die data. Er staan hier een aantal zaken. Het uitvoeren van aanbevelingen, het uitvoeren van voorspellingen of het nemen van strategische beslissingen zijn een aantal zaken die eigenlijk maar kunnen door het opslaan van meer en meer informatie en het runnen van complexere softwarealgoritmes. Als ik bijvoorbeeld denk aan het feit dat webshops nu gaan bijhouden of gaan opslaan hoe lang een persoon op een bepaalde pagina verblijft en wat hij klikt van één pagina naar een ander. Dus echt het klikgedrag wordt bijgehouden van gebruikers om op die manier aanbevelingen te gaan doen en voorspellingen te gaan doen in aankopen. Dan denk ik dat één voorbeeldje is die aantoont dat zowel de data die opgeslagen wordt van gebruikers een stuk uitgebreider is dan vroeger. En ook dat de softwarealgoritmes die worden uitgevoerd op computersystemen een stuk complexer zijn de dag van vandaag. Dus zitten we de dag van vandaag met organisaties die steeds grotere databanken gaan aanleggen met informatie. En ook dat er steeds complexere computersystemen nodig zijn om die algoritmes te gaan uitvoeren. We praten gerelateerd aan die datacollectie van fine-grained datacollectie. We gaan eigenlijk heel fijnkorrelig gaan bijhouden wat de gebruiker allemaal doet. En we gaan die data allemaal gaan opslaan. We gaan ook ook verschillende data sources of databronnen binnen een bepaalde organisatie gaan combineren om uiteindelijk strategische beslissingen te gaan nemen. En die strategische beslissingen die worden genomen vaak aan de hand van machine learning algoritmes, AI-technologie of optimalisatie-algoritmes. En die vergen natuurlijk een stukje meer processing power, verwerkingskracht, dan die eenvoudige operaties. Nu, tweede vaststelling die we doen is dat bedrijven en organisaties, of dat nu commerciële organisaties of non-profit organisaties zijn of overheden, we zien wel een tendens bij elk van die instellingen dat die organisaties verder gaan optimaliseren door ook data te gaan combineren die ze halen uit externe databronnen. Ja?
Een overheid kan bijvoorbeeld zijn data ter beschikking stellen aan een commerciële partner of vice versa. En op die manier kunnen strategische beslissingen geoptimaliseerd worden. Er staan hier een aantal applicatiedomeinen of cases aangeduid, waar we ook in het kader van projecten rondwerken, maar ook in de insurance sector hebben we samen met Xenit daar een samenwerkingsverband. De voorbeelden die hier staan zijn crime control. Heel concreet gaat het daar om het optimaal inzetten of het optimaler inzetten van politiepatrouilleurs. Ja, dat is een schaars gegeven. Elke stad heeft maar een beperkt aantal politiepatrouilles. En daarbij gaat men, om die optimaal te gaan inzetten, informatie gaan verzamelen die enerzijds zit bij databronnen van de overheid en anderzijds ook in commerciële databanken. Hetzelfde zou je kunnen zeggen, dat is misschien dan een commerciële toepassing, dat we bijvoorbeeld gaan proberen de lifestyle van gebruikers te gaan optimaliseren of te gaan verbeteren door informatie te gaan combineren die door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Dan hebben we het over data gerelateerd aan gezondheidszorg. Anderzijds kan informatie uit activity trackers gecombineerd worden en kunnen ook misschien zelfs data uit databronnen van supermarkten toegevoegd worden om op die manier een algemene betere levensstijl te gaan suggereren of te gaan voorstellen. Dus wat de clue hier is dat er, en dat zie je ook in de verzekeringssector, dat er eigenlijk geoptimaliseerd wordt aan de hand van informatie die niet enkel komt uit de interne databronnen, maar ook uit externe databronnen. En daarbij aansluitend, als we dat gaan doen, dat heeft vaak voordelen voor zowel degene die de data oorspronkelijk beheert, de data-owner, want die gaat misschien een stukje financiële compensatie krijgen om zijn data ter beschikking te stellen aan een andere partij, die dan weer aan de hand van die data probeert strategische beslissingen te gaan optimaliseren. Het is duidelijk dat in vele gevallen niet zomaar alle data mag ter beschikking gesteld worden aan andere partijen, maar dat er omzichtig moet omgesprongen worden met het ter beschikking stellen van die data. En daarom praten we hier van controlled release of sensitive data. Het gecontroleerd of doordacht vrijgeven van gevoelige informatie aan derde partijen. En dan is een eerste vraag die we kunnen stellen, waarom moeten we controles daarop uitvoeren? Wel, er staan hier een drietal redenen aangegeven. Een eerste reden is natuurlijk, wanneer het specifiek gaat om persoonsgegevens die we geven aan derde partijen, dat we natuurlijk compliant moeten zijn met privacywetgeving en regulaties. Een tweede zaak is dat wanneer we gevoelige bedrijfsgegevens prijsgeven aan derde partijen, dat we moeten er omzichtig mee omspringen dat door het vrijgeven van strategische informatie we geen economische verliezen gaan oplopen. En een derde zaak is als die derde partij waar die data terechtkomt, helemaal een stukje slordig omgaat met die data en die data uiteindelijk publiek ter beschikking zou komen, dan kan dat leiden tot reputation damage, niet enkel van degene die uiteindelijk de data gekregen heeft, maar ook van de entiteit of organisatie die de data ter beschikking heeft gesteld. Ja. Dus dat, denk ik, is een korte introductie in de setting of in de motivatie waarom gecontroleerd vrijgeven van data zo belangrijk is. Nu, als computerwetenschappers werken we natuurlijk rond technologieën om het vertrouwen in dergelijke systemen te gaan beperken en werken we met andere woorden op mechanismes om controlled release of information mogelijk te maken of te ondersteunen door middel van security en privacy bouwblokken. Een typische setting die ik vaak gebruik om weer te geven wat het probleem is, is de setting waarbij we in het midden de datacontroller hebben, die een ganse boel data beheert. Langs de linkerkant hebben we organisaties of individuen die gecontroleerd informatie gaan prijsgeven aan zo'n datacontroller. En langs de rechterkant hebben we de dataprocessors die geïnteresseerd zijn in de data van de datacontroller om verdere zaken te gaan optimaliseren. Nu, wanneer we die technieken voor gecontroleerd vrijgeven van data gaan in een aantal categorieën indelen, dat is een eerste categorie om gecontroleerd informatie prijs te geven, ervoor te zorgen dat de individuen of organisaties niet te veel informatie prijsgeven aan de datacontroller. Dan spreken we over technieken van data minimization en local differential privacy. Ja, technieken die toegepast worden de dag van vandaag door grote spelers als Google en Apple.
Een tweede as is ervoor te zorgen dat ja, de data die uiteindelijk gestockeerd wordt door de datacontrollers, dat die maar gecontroleerd aan de dataprocessors wordt vrijgegeven. En dan denk ik dat we twee categorieën hebben. Wel, langs de ene kant hebben we de dataprocessors die queries kunnen sturen of bepaalde gegevens kunnen opvragen bij een datacontroller. En dat als antwoord op die queries niet de volledige datasets of het volledige antwoord wordt teruggegeven, maar waarbij ja, een antwoord wordt teruggegeven die compliant is met bepaalde privacy specs. Ja? Je zou kunnen zeggen dat ja, in plaats van het vrijgeven van de volledige queries, ja, die queries eerst of de resultaten eerst geanonimiseerd worden, of dat er zelfs een stukje noise wordt toegevoegd aan de data die teruggegeven wordt, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ja, gevoelige informatie niet lekt bij het teruggeven van een antwoord. Een derde categorie is waarbij we geen queries gaan beantwoorden, maar waarbij de datacontrollers informatie zullen opvragen en in return gaan ze volledige datasets terugkrijgen. Nu, natuurlijk krijgen ze niet de oorspronkelijke datasets terug, maar is het de bedoeling om geanonimiseerde datasets te overhandigen, ofwel online of via bepaalde disks, naar de dataprocessors. Ja. En wanneer we het dan hebben over het gecontroleerd vrijgeven van die datasets, dan zijn er ja, twee categorieën. Een aanpak die in het verleden vaak gebeurde en waar er heel wat privacy incidenten was het pseudonymiseren van data, vooraleer die vrijgegeven werd aan derde partijen. Het pseudonymiseren van data betekent heel eenvoudig dat men ja, unieke identifiers, zoals namen en voornamen, gaat vervangen door pseudoniemen of getallen en op die manier hoopt dat de dataset die vrijgegeven wordt volledig anoniem is. Ja? In de praktijk stellen we vast dat ja, zelfs heel wat van die gepseudonymiseerde data de derde partij toch in staat is om aan de hand van de attributen die in die dataset zijn, toch opnieuw de oorspronkelijke namen en voornamen in staat is om die te gaan reconstrueren. En daarom proberen we in huidig onderzoek anonimisatietechnieken te gaan toepassen, waarbij we veel verder gaan, waarbij attributen gegeneraliseerd worden, records geswapt worden, noise wordt toegevoegd. En dat zorgt ervoor dat de datasets die vrijgegeven worden, toch niet meer kunnen gelinkt worden aan specifieke individuen. Nu, dat is zijn een beetje de categorieën van gecontroleerde data-uitwisseling. Natuurlijk zijn er enorme uitdagingen verbonden aan het gecontroleerd uitwisselen van die data. En als we op de laatste categorie even focussen, namelijk het gecontroleerd vrijgeven van dergelijke datasets, dan heb ik hier een viertal uitdagingen opgesomd waar we mee geconfronteerd worden wanneer we gecontroleerd dergelijke data willen uitwisselen op een privacyvriendelijke manier. En een eerste zaak is dat we een goed evenwicht moeten bewaren en moeten kijken naar een goede privacy utility balance. Dat betekent eigenlijk dat we de data zo moeten anonimiseren dat natuurlijk de geanonimiseerde databank ja, een aanvaller niet in staat is om daar terug ja, records te gaan heridentificeren. Al langs de andere kant dat de datasets die vrijgegeven worden toch nog heel bruikbaar zijn voor de strategische doelstellingen van de dataprocessor. En ja, dan gebruiken wij daar specifiek metrieken voor privacy metrieken en utility metrieken die in staat zijn om echt het utility level en het privacy level van de vrijgegeven databank te gaan in kaart brengen. Een tweede uitdaging is dat de setting waarin ja, dergelijke zaken gebeuren de dag van vandaag vrij complex is. Wanneer we centraal de datacontroller hier hebben, ja, dan zien we dat die vaak ja, die activiteiten niet helemaal zelf zal uitvoeren, maar terugvalt op externe partijen. En een eerste externe, ja, en ja, twee van die partijen die hier staan zijn de software developer. Veel van die datacontrollers gaan zelf hun software niet meer ontwikkelen, maar gaan een beroep doen op een externe softwareontwikkelaar. En dan wat betreft het opslaan en het processen van data, gaan die datacontrollers ook vaak terugvallen op cloud environments of cloud omgevingen. Een model die
die vaak ja, terugkwam tot een tiental jaar geleden, tot een vijftal jaar geleden, en nu in de praktijk en vele commerciële toepassingen nog, was dat we ervan uitgingen dat die softwareontwikkelaar en die cloud provider volledig te vertrouwen was. Ja? De dag van vandaag blijkt dat het veel realistischer is om te zeggen dat ja, die softwareontwikkelaar en die cloud provider eerlijk is, maar toch wel nieuwsgierig en mogelijk informatie zal lekken naar derde partijen. Ja? Dus, en dan kijken we specifiek in onderzoek naar technieken om bijvoorbeeld softwareontwikkeling door een derde partij mogelijk te maken, waarbij de gevoelige data niet hoeft prijsgegeven te worden aan die softwareontwikkelaar, maar waarbij bijvoorbeeld synthetische data wordt gegenereerd en prijsgegeven wordt aan die softwareontwikkelaar, zodanig dat hij ja, eigenlijk de software kan ontwikkelen zonder dat hij ter beschikking moet hebben die gevoelige data. Een tweede zaak die een stukje geavanceerder is, of een tweede optie, is gebruik te maken of terug te vallen op format preserving encryption, wat zoveel betekent als ja, de bestaande data gaan encrypteren in een formaat die toelaat om de software nog te testen, zonder dat er informatie lekt over eigenlijk attributen uit die data die ter beschikking gesteld wordt. Dus op die manier hebben we een stuk minder vertrouwen in de softwareontwikkelaar nodig. En we zien in feite een gelijkaardige setting wanneer we een beroep doen op cloud providers, dat we die eigenlijk niet helemaal mogen vertrouwen. En daarom dat er gekeken wordt steeds meer naar technieken om geëncrypteerd data in zo'n cloud-omgeving ter beschikking te stellen. Ja, dat kan eenvoudige encryptie zijn, maar het kunnen ook encryptietechnieken zijn die toelaten dat bepaalde entiteiten of bepaalde rollen selectief data kunnen halen uit die cloud-omgeving. En als we dan kijken naar de processing, dan hebben we ook een aantal technieken die ertoe leiden dat we minder vertrouwen moeten stellen in de cloud provider dan voorheen. We kunnen dan terug, een techniek die we daar bestuderen, is het terugvallen op trusted execution environments, wat een stukje een hardware module is die ervoor zorgt dat, dat de datacontroller de data kan laten uitvoeren in een cloud environment, zonder dat de cloud provider zelf een inzicht krijgt in welke data op welke manier geprocessed wordt. Een andere zaak is om de data geëncrypteerd te gaan processen. Op die manier hoeft de data provider enkel geëncrypteerde data in de cloud-omgeving te plaatsen, waarbij de geëncrypteerde data wordt geprocessed en de cloud provider nooit de oorspronkelijke gevoelige data te zien krijgt. Een derde as van onderzoek waar we actief op inzetten, is dat we moeten omgaan met attackers die steeds geavanceerder worden en ook dat we een evolutie in aanvallen op dergelijke systemen zien. Ja. Dus we zien tot een tiental jaar geleden dat er heel wat data werd gecapteerd of gestolen langs geen communicatielijnen, waar we de dag van vandaag steeds meer aandacht moeten besteden aan data breaches in de computersystemen zelf. En dan spreken we over data at rest en data during computation. En dan hebben we ook specifiek, ik ga daar nu niet op inzoomen, omdat het tijdsbestek te kort is, hebben we ook verschillende aanvallersmodellen die we kunnen loslaten om eigenlijk specifieke aanvallen te gaan tackelen. We hebben hier het model van de prosecutor, journalist en marketeer die elk hun doelstellingen hebben om bepaalde data of hun motivatie hebben om bepaalde data uit geanonimiseerde datasets toch te gaan reconstrueren. En dan een laatste waar ik mee wil afsluiten, is dat we eigenlijk te maken hebben bij dergelijke ecosystemen met steeds complexere settings. En wat bedoel ik met steeds complexere settings? Waarbij de data niet gehaald wordt uit één externe datasource, maar vaak data moet gecombineerd worden uit meerdere externe datasources. Hier staan een drietal externe datasources en de data processor wil data uit die drie verschillende datasources en dan kan er teruggevallen worden op een mediator die gecontroleerd data gaat vrijgeven aan zo'n processor. Er staan op het rechterplaatje, op de rechterkant van de slide, een aantal technieken om dergelijke allianties of federaties te gaan opzetten. Maar ook daarop inzoomen zou mij te verleiden. Ik wil
bij deze naar de conclusieslide gaan, wat we steeds zien wat belangrijk is bij het gecontroleerd delen van data en het beheren van data, is dat er bescherming of dat er aandacht voor veiligheid en privacy moet zijn gedurende de ganse levenscyclus van dergelijke datasets. En dan moeten we typisch privacy by design principles gaan toepassen. Dat het ook belangrijk is dat we realistische trust assumptions gaan aannemen. En dat we dus gaan moeten kijken naar aanvallersmodellen waarbij we niet langer volledig vertrouwen in derde partijen, maar toch het vertrouwen kunnen minimaliseren. En dat we innovatieve software technologieën moeten omarmen om op een gecontroleerde manier informatie te kunnen vrijgeven. Twee assen van technologieën die we inzetten zijn enerzijds de technieken zoals generalisatie, noise, sampling en dergelijke. Dat noem ik statistische methoden. En ook cryptografische technologieën zoals encryptie om gecontroleerde informatieuitwisseling mogelijk te maken. Ik ga het hierbij laten. Als er vragen zijn, dan wil ik die gerust nog beantwoorden. Zijn er vragen? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne vois ici geen vraag, als ik mij niet vergis. Dus als er geen bezwaar is, dan ga ik het woord geven aan de tweede spreker. Ik zie hier Johan Hiele. Er is wel een vraag? Sorry. Moment. Zie je de vraag, Vincent? Nee, ik zie een handje in de lucht. Okay. Maar misschien is dat was dat niet de bedoeling. Was dat de bedoeling dat er een vraag wordt gesteld of niet? Zo niet, dan geef ik het woord aan de twee spreker van deze namiddag. Hallo, ja. Ja, Johan, ja. Ja, sorry. Dat geeft niet. Okay. Mag ik ze mondeling staan? Ja, dat mag. Is nog altijd de verantwoordelijkheid van de mensen die de servers beheren in de cloud als er iets misgaat? Of met die GDPR als verzekeringsmakelaar, als we dan gehackt worden en alles zit in de cloud, is dat nog altijd de verantwoordelijkheid van die mensen in de cloud dan? Ik denk eerst en vooral dat er in de volgende talks wel misschien meer zou kunnen ingegaan worden op dergelijk topic. Wij voorzien voornamelijk de technologische bouwblokken, maar vaak zie je dat er contracten worden afgesloten met cloud providers en dat in die SLA's, die service agreements, wordt een stukje zaken uitgestippeld rond wie welke verantwoordelijkheden heeft wanneer het fout gaat. Hè. Ja. Maar nooit de verzekeringsmakelaar. Ja. Wel, de verzekeringsmakelaar kan ook stipuleren dat hij bepaalde compensaties gaat geven wanneer bepaalde dingen gaan fout lopen. Hè. Ja, oké. Okay. Ja. Dank u. Ja? Laurent, je staat op mute. Ik zag jou iets zeggen. Ja. Zijn er nog andere vragen? Is er nog andere questions? Zo niet, dan geef ik het woord aan de tweede spreker van deze namiddag. Van deze namiddag. Sieve, je hebt het voor. Bedankt. Dankjewel. Even mijn presentatie opzetten. Ja, dankjewel en goedemiddag iedereen voor onze presentatie over cybersecurity in de verzekeringssector. Deze is gewoon de presentatie, een slide die mezelf en Dorian even voorstelt. Over mezelf, ik heb ongeveer een 8-tal jaar ervaring in cybersecurity, verschillende rollen doorlopen. Gaande van cybersecurity auditor tot governance risk and compliance consultant die allerlei standaarden implementeerde. En momenteel leid ik een business departement binnen Thorion. Thorion is een van de 5 grootste cybersecurity consultancybedrijven in Vlaanderen. We hebben meer dan een 50-tal cybersecurity experten en we doen ook enkel en alleen maar cybersecurity. En ons advies gaat van beleidsexperten die gaan een strategie definiëren en definiëren welke maatregelen organisaties moeten nemen om veilig te zijn, tot zeer technische domeinen zoals cloud security en bijvoorbeeld application security, waarbij we de controlemaatregelen die er juist door Vincent besproken werden, ook effectief gaan implementeren bij organisaties en coaching gaan doen rond secure development en threat modeling, etc. Dit gewoon ter algemene achtergrond.
Waar deze presentatie effectief over zal gaan, is eigenlijk wat is de status van cybersecurity vandaag de dag in de markt, met een specifieke focus voor de verzekeringssector, en een aantal duidelijke quick wins en maatregelen die jullie allemaal zouden moeten overwegen of al genomen zouden moeten hebben om een minimal level of security te halen. Als we kijken naar cybersecurity vandaag, dan kunnen we dat eigenlijk samenvatten met The Good, The Bad and The Ugly, een goede film uit de jaren 70 van Sergio Leone, maar dat is ook de status van cybersecurity vandaag. Het slechte nieuws is dat er meer cyberbedreigingen zijn dan ooit tevoren. Cybercriminelen zijn professioneler dan ooit tevoren. Ze organiseren zich echt zoals ook organisaties zich organiseren, met bepaalde specialismes, bepaalde businessmodellen, waarbij dat ze ook heel getarget bepaalde industrieën gaan aanvallen, waaronder bijvoorbeeld ook de verzekeringssector. Dus als we weten dat de bedreigingen groter zijn, gaan we onszelf ook beter moeten beveiligen. Een ander issue dat het ook moeilijker maakt, is dat er meer wet en regelgeving komt rond cybersecurity. Ik denk iedereen van jullie kent ongetwijfeld de GDPR, die ons verplicht om persoonsgegevens beter te gaan beheren en beveiligen. Maar er komt nog een pak nieuwe wetgeving op ons aan. Onder andere de Oekraïne-crisis is daar een van de facilitatoren van. Die ervoor zorgen dat er onder andere de NIS-wetgeving aankomt. NIS staat voor Network and Information Security Directive. En die verplicht kritische sectoren, waaronder de financiële sector en de verzekeringssector, om maatregelen te nemen conform standaarden zoals ISO 27001, om te kunnen aantonen dat data voldoende beveiligd is. Dus het is redelijk wat dat op ons afkomt, ook op vlak van security-wetgeving. Als we dan eigenlijk gaan kijken naar hoe is cybersecurity georganiseerd en cybercrime dan voornamelijk, dan zien we dat dat een geweldig grote industrie is geworden. In 2019 ging er meer dan 2 triljoen, dat is dus 2000 miljard, om in cybercriminaliteit. En dat zal de voorbije jaren alleen nog maar gestegen zijn. Het negatieve hierbij is dus dat er meer bedreigingen zijn waartegen we ons moeten beveiligen. Het positieve is dat we weten dat de meeste hackers, tenzij dat het state-sponsored hackers zijn die heel specifiek een kritisch onderdeel van de maatschappij moeten platleggen, dat deze eigenlijk gewoon gedreven zijn door plat geldgewin. En dat ze dus ook een return on investment standpunt hebben. Ze vallen een organisatie aan voor zolang dat ze denken dat ze er geld uit kunnen halen. Er is een onderzoek dan geweest van de Ponemon Institute, dat is een Amerikaanse universiteit, en die heeft berekend dat een hacker ongeveer 70 uur nodig heeft om een organisatie met een gemiddelde IT-security binnen te vallen. Organisaties met een verbeterde infrastructuur, die slaagden erin om hackers gemiddeld 150 uur buiten te halen. En als een hacker na 210 uur nog niet binnen is geraakt, dan gaven ze gewoon op. Dus de conclusie die je hieruit kan stellen is dat je eigenlijk ervoor moet zorgen dat jouw organisatie sterker is dan het sectorgemiddelde. Als het binnen jouw industrietak moeilijker is om binnen te geraken dan bij jouw concurrenten, dan ben je eigenlijk al een veel minder interessant doelwit en gaan ze hun aandacht vermoedelijk focussen op andere organisaties. Dus benchmarking, industry benchmarking, is zeer belangrijk om te weten welk niveau van maturiteit je als organisatie moet gaan behalen. Als we dan specifiek voor verzekeringsorganisaties gaan kijken, dan zien we dat de meest voorkomende aanvallen nog altijd phishingmails zijn. Jullie zullen allemaal wel kennen, valse e-mails, waarbij dat iemand zich probeert voor te doen als een CEO bijvoorbeeld, om bepaalde betalingen te laten goedkeuren, of die gestuurd worden om credentials van medewerkers los te peuteren, waarmee ze dan andere aanvallen kunnen gaan opzetten. Malware en ransomware is ook nog een zeer voorkomende. Dus data is eigenlijk het belangrijkste goed binnen de verzekeringssector. Malware zorgt ervoor dat die data geëncrypteerd wordt en dat jullie dus eigenlijk niet meer kunnen werken. Dus daar kan ook heel veel geld mee gemaakt worden. En tenslotte data exfiltration en DDoS. DDoS staat voor Distributed Denial of Service, waarbij bepaalde systemen worden platgelegd zodat ze niet meer kunnen werken. En data exfiltratie is eigenlijk het stelen van data, van gevoelige data, persoonsgegevens bijvoorbeeld, om die dan ook weer te gaan verkopen op het dark web of aan geïnteresseerde concurrenten. Als we gaan kijken naar wat zijn de meest dure evenementen of de meest dure aanvallen, dan is het malware, phishing en DDoS dat er ook aan voorkomt. Dus dat is al heel interessant om te weten dat de meest voorkomende aanvallen ook degene zijn die de meeste kosten met zich meebrengen binnen de verzekeringssector. En dat we ons daar dus het beste ook op kunnen wapenen en dat we onze
security-maatregelen die zich focussen op het wegwerken van deze aanvallen eigenlijk moeten gaan prioritiseren binnen onze cybersecurity-strategie. En welke impact hebben deze aanvallen? Zij leiden tot business-interruptie, dus bepaalde systemen die niet meer werken, bepaalde klanten die geïmpacteerd worden aangezien dat we ze niet meer kunnen bedienen. Dat leidt natuurlijk ook tot kosten, want verloren productietijd, mensen die met hun vingers zitten te draaien omdat ze niet meer kunnen werken, dat is gewoon dure tijd die je moet betalen en waar je niks aan hebt. En tenslotte kan er ook data verloren gaan of kan er een inbreuk zijn op de confidentialiteit van de gegevens. Als we dan verder gaan kijken naar ransomware in België, zijn er een aantal pijnlijke feiten die we kunnen oplijsten. 30% van de organisaties die is aangevallen, slaagt er niet in om alle data te herstellen. Er gaat dus structureel data verloren, data die terug opgevraagd moet worden bij klanten. En dat leidt dus tot reputatieschade en tot gewoon financiële data, want er is tijd aan verbonden die kostbaar is. 10% krijgt alle data terug na betalen. Dus stel dat je het slachtoffer wordt van ransomware en je betaalt deze ransom, weet dan dat in 90% van de gevallen je niet alle data terugkrijgt. Zelfs dan nog kan dat een valabele strategie zijn om toch te betalen als je er niet in slaagt om iets te herstellen. Maar vaak gaat er dus een stuk van de data verloren. Dus wees jezelf daarvan bewust van en zorg ervoor dat je maatregelen neemt die je in staat stellen om te herstellen na een aanval. 60% wordt binnen het jaar terug aangevallen. Als ze eenmaal zijn binnengeraakt, moet je ervan uitgaan dat ze nog altijd binnen zitten. Dat is assume breach. En ga je eigenlijk dus al die security maatregelen terug gaan moeten activeren, paswoorden gaan resetten, et cetera, om ervoor te zorgen dat ze niet gewoon na verloop van tijd en die aanval nog eens een keer opnieuw kunnen gaan inzetten. En als een organisatie, een hackerorganisatie, weet dat ze bij jou ooit al zijn binnengeraakt, gaan ze jou op een hotlist zetten van potentieel zwakke beveiligde bedrijven en kunnen ze na verloop van tijd jou nog eens proberen aan te vallen om nog eens losgeld te vragen. Dus voorkomen is beter dan genezen. Neem een proactief standpunt in op vlak van cybersecurity. Zorg ervoor dat je de minimale voorwaarden voldoet om aanvallen tegen te houden. Daar gaan we straks dieper op in. En zorg er ook voor dat je eigenlijk jezelf kan gaan verdedigen. En sectoraanvallen worden ook meer en meer de standaard. Waarbij dat een hackergroep zich eigenlijk gaat focussen op een bepaalde industrie, om dan eigenlijk alle bedrijven binnen die industrie te gaan aanvallen. En als ze al die bedrijven tegelijkertijd aanvallen door automatische vulnerability scans bijvoorbeeld te laten uitvoeren op hun openstaande poorten, dan slagen ze erin om de zwakste broertjes in de klas er eigenlijk te gaan uithalen. Als ik dit verhaal vertel, heb ik steeds heel veel ondernemingen die zeggen van ja, oké, dat kan allemaal wel zijn, maar wij zijn een bedrijf dat niet zo kritisch is voor de nationale infrastructuur of wij zijn maar een kleine KMO, dus wij zijn niet interessant. En dat is eigenlijk helemaal niet waar. En jullie als verzekeringsindustrie zijn eigenlijk zeer interessant. Dus als we gaan kijken welke sectoren het meeste worden aangevallen, dan staat finance, waaronder ook banken, maar ook insurance, eigenlijk op nummer 1 als de meest aangevallen sector. Dus 20% van alle cyberaanvallen zijn effectief gericht op jullie sector. Dus wees jullie daarvan bewust dat je ook dus maatregelen gaat moeten nemen om jezelf hier tegen te wapenen. Tot zover het slechte nieuws. Gelukkig is er ook goed nieuws. We hebben vandaag de dag eigenlijk een gigantisch arsenaal aan verdedigingsmaatregelen ter onze beschikking. Zowel technologisch, goede firewalls, goede web application firewalls, antivirussystemen, you name it. We hebben ook allerlei standaarden ter beschikking en ook het arsenaal aan security professionals is groter dan ooit tevoren. Er is nog altijd een enorm tekort aan security professionals, maar we hebben er al wel meer dan 5 of 10 jaar geleden. Dus er is eigenlijk geen tekort aan kennis en aan maatregelen die we kunnen nemen om onszelf te gaan beveiligen. Wat is dan eigenlijk het probleem? Het probleem is wat we die ugly challenge of die ugly truth noemen, namelijk de fog of war. Er zijn zoveel verschillende bedreigingen en zoveel verschillende controlemaatregelen waarbij elke vendor zegt dat hun controlemaatregel de beste is, dat het zeer moeilijk is om tussen het bos de bomen te zien en om jouw securitybudget eigenlijk uit te geven aan wat effectief belangrijk is. Dus wat moet je eigenlijk doen als organisatie? Je moet je bewust zijn van wat zijn de risico's die specifiek voor mijn organisatie van toepassing zijn. Op basis van benchmarking ook gaan kijken van oké, wat is het gemiddelde maturiteitsniveau binnen mijn organisatie? Binnen mijn sector, want daar moet je minstens naartoe streven. En ook gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de focuspunten. En ik denk dat de focuspunten binnen de verzekeringssector eigenlijk data security en cloud security is. Data, want data is jullie belangrijkste
asset. De data van iedereen die jullie verzekeren moet op een gestructureerde manier bewaard worden en beveiligd worden om eigenlijk die diensten te kunnen leveren aan jullie klanten. Dus jullie moeten hard inzetten op data security en cloud security, omdat er ook meer en meer diensten vanuit de cloud worden geleverd. En cloud security vereist een andere manier van nadenken over security dan de meer traditionele network-based security. Als ik dit even moet gaan samenvatten, hier kunnen we uren over praten, maar als ik gewoon 7 kleine tips mag geven, dan zijn dit de volgende. In de eerste plaats focus op backup. Daar juist gezegd, ransomware is een van de meest voorkomende aanvallen op de verzekeringssector en ook een van de aanvallen met de meeste impact. Enkel en alleen door een goede backup-strategie te hebben, ben je in staat voor wanneer je het slachtoffer wordt van dit soort aanval, jezelf te gaan herstellen, zonder al te veel verlies in tijd en zonder al te veel kosten, zoals potentiële ransom die erbij te kijken komt. Dus zorg ervoor dat je een backup-policy hebt, zorg ervoor dat die backups technologisch gezien geïmplementeerd worden en zorg ervoor dat je je backups regelmatig test, want dat is iets wat de meeste organisaties wel eens durven vergeten. Ze denken dat hun backups worden genomen, want ze hebben dat ooit ingesteld, maar op het moment dat er dan een aanval heeft plaatsgevonden en ze moeten snel alles gaan herstellen, dan blijkt dat die backups niet werken. Ook als je in de cloud werkt, dan worden de backups vaak op één locatie neergeschreven. Dat is ook een risico. Dus zorg ervoor dat die backups gedupliceerd zijn, zeker voor belangrijke systemen, en dat die niet in real-time met elkaar verbonden zijn. Als dan één van die systemen wordt geïmpacteerd, dan heb je altijd nog een fallback-systeem waar je op kan terugvallen dat niet geïmpacteerd is. Kritieke updates. Sommigen van jullie zullen er misschien al wel van gehoord hebben, van bijvoorbeeld Log4j. Log4j, dat is eigenlijk een kwetsbaarheid die in alle Microsoft-systemen zit en die misbruikt kan worden. Dit soort kwetsbaarheden die worden op regelmatige basis naar voren gebracht door de cybersecurity community. Met als doel organisaties hiervan op de hoogte te brengen en ervoor te zorgen dat die systemen worden gepatcht, zodat die kwetsbaarheden niet bestaan. Het probleem hierbij is dat de meeste organisaties patching vaak te laat toepassen. Bijvoorbeeld 1 keer per maand of zelfs nog minder vaak dan dat, security patches. Er is in de attacker community ook iets wat zero-day attackers noemt. Zero-day attackers die focussen zich op eigenlijk het opvolgen van zero days. Die worden beschikbaar gemaakt van nieuwe aanvallen die kenbaar worden gemaakt en die dan dit gaan proberen uitproberen op allerlei organisaties. En alleen door snel te patchen bescherm je jezelf dus tegen dit soort zero-day aanvallen. En een patch management proces en een vulnerability management proces zijn dus 2 van de meest kritieke processen die je moet hebben om eigenlijk veilig te zijn tegen dit soort aanvallen. Antivirus blijft ook heel belangrijk. Dit is gewoon cybersecurity basishygiëne. Zonder een antivirus ben je niet in staat om malware te detecteren, zowel niet op endpoints als op serverniveau. Waarbij we ook meestal aanraden om 2 verschillende antivirus softwares te gebruiken. Eentje op serverniveau of op cloudniveau en eentje op endpointniveau, die elkaar versterken. Want elk antivirussysteem heeft zijn eigen zwaktes, zijn zwarte plekken, maar als je er 2 andere combineert, dan worden deze zwarte plekken meestal wel weggewerkt. Oude systemen isoleren. Heel veel organisaties hebben legacy systemen die in de jaren 90 of begin jaren 2000 werden gecodeerd, maar die nu niet verder onderhouden worden. En waarbij dus ook geen patches meer worden geïmplementeerd om kwetsbaarheden weg te werken. Dit is dus een zeer kwetsbaar systeem, want je kan dit niet meer updaten op vlak van cybersecurity. En vaak is het ook niet mogelijk om dit systeem volledig stop te zetten, want het is zeer moeilijk om dit systeem opnieuw te gaan opbouwen in nieuwe programmeertalen. Als je met dit soort legacy systemen werkt, ga je deze eigenlijk volledig moeten proberen afscheiden van de rest van je systemen. Door firewalling, demilitarized zones en airgapping te gebruiken, om eigenlijk voldoende buffer te creëren en deze systemen enkel en alleen maar toegankelijk te maken voor mensen en omgevingen die je vertrouwt. De volgende is het minimaliseren van adminrechten. Heel veel organisaties, zeker de kleinere organisaties, geven te veel adminrechten uit. Een van de principes binnen security is least privilege. Dat wil zeggen dat je de minimale rechten moet geven aan jouw admins, maar ook aan jouw andere gebruikers, zodat iedereen enkel en alleen maar de rechten heeft die hij of zij nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen doen. Als je deze adminrechten te breed uitverdeelt, loop je het risico dat wanneer het 1 iemand zijn account wordt gebreached, dat die gebreached account dan gebruikt kan worden om nog meer rechten te gaan toekennen en om in allerlei systemen te geraken, horizontale en verticale privilege escalation, om eigenlijk op die manier het volledige netwerk en het volledige bedrijfssysteem te gaan compromisseren.
Zaken zoals password vaults zijn hierbij ook zeer nuttig, waarbij in sommige organisaties worden bepaalde systemen en accounts wel gedeeld, admin accounts, omdat er kosten aan verbonden zijn om deze aan iedereen uit te geven. Uiteraard is het best practice om voor iedereen een apart account te voorzien, maar als je werkt met een password vault, kan je dat ook wel beheren, dat bepaalde mensen eenzelfde account gebruiken. Een niet best practice, maar een workaround die kan worden toegepast. Cloud security, zoals er juist aangehaald, een van de twee core punten voor security, zeker als je meer cloud-based gaat werken. En daarbij is de belangrijkste aanbeveling om multi-factor authentication aan te zetten. Multi-factor authentication vereist dus dat je jezelf gaat aanloggen met een extra mechanisme, bijvoorbeeld je gsm, waar je een duo authenticator op kan gebruiken, of bijvoorbeeld een fingerprint of zo kan gebruiken. En dus niet alleen maar gaat vertrouwen op username en password. Waarom is dit zo belangrijk? Microsoft heeft hier onderzoek naar gedaan en het risico om het slachtoffer te worden van een account breach daalt met 99%, dus enorm veel impact, door het aanzetten van multi-factor authentication. Hoe komt dit? De meeste mensen denken, zolang dat ze een sterk en lang paswoord gebruiken, dat ze veilig zijn, maar dat is effectief niet het geval. Want een hacker gaat bijna in geen enkel geval brute force toepassen om met computerkracht een paswoord te gaan breachen. Wat ze meestal gaan doen, is OSINT gebruiken of open source intelligence, waarbij ze gaan kijken van oké, welke 50 of 100 of 200 mensen werken in bedrijf A. Oké. Vinden we van deze mensen paswoorden terug die ze ooit in hun privé hebben gebruikt, bijvoorbeeld op Facebook of op LinkedIn. Bijna elk groot bedrijf heeft ooit wel eens een data breach gehad waarbij dat er paswoorden zijn gelekt geweest. En heel veel mensen hebben de slechte gewoonte om paswoorden te hergebruiken. En op die manier kunnen ze eigenlijk die paswoorden van jouw medewerkers gaan gebruiken op jouw omgeving ook. Als je multi-factor authentication toepast en je dus een tweede mechanisme nodig hebt, in de meeste gevallen een gsm, dan zijn ze met deze paswoorden, ook al zijn ze gebreached, individueel eigenlijk al niks meer en wordt de security serieus geboost. Zero trust is dus ook een andere manier om over security te gaan denken. Het zegt never trust, always verify. Je gaat er dus van uitgaan dat er al een aanvaller binnen zit op je netwerk. Je gaat enkel de minimale rechten toekennen aan iedereen binnen jouw cloud-omgeving. En je gaat ervan uit dat er een aanval bezig is. Hoe kan je zero trust gaan uitrollen binnen jouw omgeving? Het begint met eigenlijk security policies te gaan definiëren. Dat is een stukje governance van hoe willen we ons gaan beveiligen. En vanuit die security policies ga je eigenlijk focussen op 6 domeinen van cybersecurity. Identity, kennen we wie dat er toegang heeft tot onze cloud-omgeving en op welke manier laten we deze aanloggen. Devices, kennen we ook de devices die connecteren tot onze omgeving? Zijn dat devices die door IT worden beheerd of zijn dat eigenlijk bring-your-own-devices? Indien het er ook bring-your-own-devices zijn, kan je dan ook centraal gaan afdwingen dat er ook een antivirus op staat, dat die laptops bijvoorbeeld geëncrypteerd zijn, et cetera. Op vlak van data kan je dan ook automatische dataclassificatie gaan toepassen, wat voor jullie sector ook natuurlijk zeer belangrijk is. Je kan binnen de cloud gaan zeggen van oké, we gaan door automatische labeling te gaan toepassen, ervoor gaan zorgen dat elk stukje databestand eigenlijk een automatische classificatie heeft, met daar ook security maatregelen aan gekoppeld. En dan kan je bijvoorbeeld ook gaan opvolgen van welke medewerkers bijvoorbeeld er persoonsgegevens op hun laptop hebben staan. En welke medewerkers gevoelige data eigenlijk versturen per mail. En op welke manier dus dat gevoelige data jouw omgeving verlaat. Dus dit is een manier om daar controle over te krijgen. Op vlak van applications gaat het dan om eigenlijk het stukje application security en security by design. Daarvoor kan bijvoorbeeld threat modeling worden toegepast, wat een architecturale risicoanalyse is die eigenlijk al in de designfase rekening houdt met hoe veilig een applicatie is. Infrastructure is minder belangrijk in een zero trust en cloud setup. In die zin dat hier zijn er heel veel zaken die geoutsourced worden. Niet alles meer is in je eigen beheer, terwijl vroeger in een network-based security model was jij volledig verantwoordelijk voor jouw eigen infrastructuur. Zoals daar juist iemand gevraagd heeft, van, zijn we dan eigenlijk verantwoordelijk voor de security maatregelen die een cloud provider voor ons neemt, als verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig ja. Je kan de verantwoordelijkheden, dus de maatregelen die genomen worden binnen zo'n omgeving, wel outsourcen en zeggen aan cloud provider A, B of C van kijk, je moet MFA aanzetten, je moet logging aanzetten en nog 10 andere maatregelen aanzetten en daar regelmatig op rapporteren. Maar de aansprakelijkheid als organisatie, dus als jij data steekt in de cloud, blijft wel bij jou liggen als organisatie. In bepaalde maatregelen ga je ook zelf moeten nemen, zoals bijvoorbeeld encryptie op data level.
En tenslotte, network wordt in een cloud-omgeving ook minder belangrijk, want ja, cloud is per definitie van overal toegankelijk. Dus is minder toegankelijk. Dus die network layers of security, die vroeger heel belangrijk waren, zoals die firewalls, worden minder belangrijk in een cloud setup. Ten slotte, de zevende en de laatste snelle test is eigenlijk een penetratietest. Zorg er gewoon voor dat je op regelmatige basis en minstens één keer per jaar is een keer een friendly hacker, een white hat hacker zoals wij dat noemen, loslaat op jouw systemen. En die gaat dan eigenlijk die gaten in kaart brengen die door een echte hacker kunnen misbruikt worden om eigenlijk jouw organisatie aan te vallen. En dat is de beste manier om op korte termijn eigenlijk te weten van oké, wat kan er fout lopen en hoe kunnen we dit eigenlijk gaan boosten. Verder heb ik ook nog een tragere tip in de aanbeveling en dat is user awareness. Als je terugdenkt aan de top risico's van daarjuist, phishing bijvoorbeeld stond in die top 3, dat is iets dat typisch impact heeft omdat een user onvoldoende kennis heeft om phishing mails te gaan herkennen, op een link klikt en op die manier eigenlijk het netwerk compromitteert. Door uw gebruikers meer en meer bewust te maken van deze aanvallen, gaat dit gewoon minder voortkomen en wordt dit risico ook al voor een groot stuk gemitigeerd. Hiervoor zijn tegenwoordig hele leuke oplossingen op de markt die gebruik maken van gamification, waarbij er een spel wordt gespeeld, waarbij dat medewerkers op onverwachte momenten eigenlijk een mail binnenkrijgen. En naarmate dat ze er beter in zijn om die te identificeren, gaan ze moeilijkere en moeilijkere gevallen krijgen van phishing en kunnen die medewerkers ook op die manier ten opzichte van elkaar gerankt worden. Voorbeelden op de markt zijn bijvoorbeeld Phished en Hoaxhunt. Tot slot nodig ik jullie uit om jullie vragen te stellen waar dat deze er nog zijn. En wil ik jullie ook nog de Vlaio Cybersecurity subsidies even aan het licht brengen. Dit zijn subsidies die worden aangeboden door de overheid. Hiervoor zijn 9 partijen geselecteerd, waaronder Torion, maar ook 8 andere aanbieders. Waarbij dat je als bedrijf kan genieten tot 45% subsidies of €13.500 aan subsidies om jouw cybersecurity te boosten. Dus daar is ook een link met meer informatie. Dus als je daar interesse in hebt, ga er zeker eens kijken. Siebe, we gaan nu een beetje moeten afremmen, omdat we nog tijd voor de andere sprekers moeten hebben. Mijn excuses. Maar heel erg bedankt voor dit interessante pakket aan maatregelen en zaken die we kunnen doen. Ik hou een klein beetje de tijd in doog, dat we ook de andere sprekers. Dus vragen voor jou zullen moeten tot op het einde wachten. Ik denk dat je de vragen, de meeste eigenlijk al beantwoord hebt, omdat je daar wel een interessant pakket van dense informatie aan ons gedeeld hebt. Daarvoor dank. Maar ik zou dan voorstellen dat we meteen kunnen doorspringen naar de volgende spreker, naar Tim Wouters. Goedemiddag allemaal. Ik ga proberen ook langs mijn kant van het verhaal, ik ga de slides een beetje opzetten. Ook een korte inzicht geven in oké, wat betekent dat echt vanuit de verzekeringssector zelf? Want ik ben Chief Risk Officer bij Ergo Insurance. Dat betekent dat ik op dagdagelijks bezig ben met risicobeheer bij Ergo. En ik ga dat ook vanuit die insteek de presentatie geven, misschien iets meer technologisch, maar ik ga proberen een algemene risicobeheer aanpak te gebruiken om ook databeveiliging te bekijken. En als we, dat is een soort van cyclus dat we altijd gebruiken, waar we zeggen, we gaan beginnen met waar zijn onze risico's die we zien bij data en dataveiligheid. En dan moeten we natuurlijk eerst kijken, oké, welke data hebben we en welke risico's kunnen daarop zitten. Oké, welke data hebben we in een verzekeringsmaatschappij? Dat is zeer, zeer divers, dat is al gezegd. In het verleden was dat misschien enkel alleen gegevens over het bedrijf zelf. Dat kunnen medewerkers zijn, maar dat kunnen ook strategische documenten zijn. Dat is ook op zich zeer belangrijk, zeer belangrijke data. Maar natuurlijk, we zijn een verzekeringsmaatschappij. Dat betekent dat we polishouders hebben die we verzekeren. Uiteraard moeten we die kunnen identificeren. Dat betekent dat we hun naam hebben, adres, in bepaalde gevallen rijksregisternummer en dergelijke. Dat zijn allemaal belangrijke informatie van polishouders die we moeten beschermen. Maar meer nog is, net omwille dat we mensen bescherming geven door een verzekeringscontract, hebben we ook heel veel zeer specifieke informatie van die mensen. Als we spreken over een schadeverzekering, dan hebben we misschien informatie hoeveel mensen zijn die personen in het gezin, hoe groot is dat huis, misschien in bepaalde gevallen zelfs informatie over welke waardevolle voorwerpen hebben die zeer specifiek, omdat ze dat specifiek laten verzekeren.
Als we dan kijken meer naar levensverzekering, hospitalisatieverzekering, heb je heel vaak ook inzicht in het medisch profiel, omdat er een vragenlijst moet ingevuld worden, voordat er kan overgaan tot het accepteren van de verzekering. Het kan zelfs zijn dat je in bepaalde gevallen dat je informatie hebt over het salaris van mensen. Als je bijvoorbeeld een verzekering gewaarborgd inkomen afsluit, dan krijgen wij ook van een voorhand al informatie over het salaris van mensen. En belangrijk is dat tijdens dat die polis loopt, creëer je eigenlijk op bepaalde gevallen nog meer informatie. Want als je gaat een verzekering nodig hebben wanneer je een schadegeval hebt. En wanneer je een schadegeval hebt, dan moet je bepaalde bewijsstukken inleveren. En dat geeft eigenlijk nog extra data die de verzekeringsmaatschappij moet verwerken. Een schadegeval kan zijn aan het huis. Dan is dat nog vrij dus basisinformatie eigenlijk, op basisdata, nog niet zo vertrouwelijk. Maar een schade kan ook zijn, uw technische schade kan ook zijn een hospitalisatie. En dan kan het zijn dat als polishouder dat je aan uw verzekeringsmaatschappij ook gezondheidsinformatie moet geven. Dat zijn data die we allemaal kunnen hebben. Het kan nog verder gaan waarschijnlijk dan dat. Maar wat zijn dan de risico's die we daarbij zien? Wel, risico's zijn mijn opzicht voornamelijk operationele risico's. Hè. Dus we hebben in de risicowereld hebben we categorisatie van risico's. Hier spreken we vooral over operationele risico's. De cyber events hebben we al uitvoerig behandeld, maar ik denk de eenvoudige failed processes, dus gefaalde processen of menselijke fouten, waardoor dat er data ongewild vrijgegeven wordt, is ook zeer belangrijk met dan een impact van de GDPR. En dit ook al eigenlijk wel gezegd, die operationele events kunnen een grote reputatie-impact hebben. Als er heel veel data wordt vrijgegeven en dat er een datalek is, is het nu door middel van een cyber-event of niet, dat kan uw reputatie om zeep helpen. En reputatie is voor een verzekeringsmaatschappij wel een van de belangrijkste dingen, want mensen vertrouwen u om bescherming te geven. En als die valt, ja, dat is niet zo positief uiteraard. Ik heb bijgeschreven dat we daar ook wel moeten opletten voor de cloud. Daar kom ik later nog op terug. En dan is ook al gezegd in het verleden, ja, oude systemen. Ook daar zie ik strategische risico's. Enerzijds, oude systemen kunnen ook inderdaad, zoals gezegd, specifieke cyberrisico's hebben. Maar anderzijds is het ook een strategisch risico mogelijk om een legacy systeem te behouden, omdat dat wel eens heel duur kan zijn in onderhoud. Een laatste punt, niet zozeer het onderwerp van dit webinar, maar duurzaamheid is ook een zeer belangrijk onderwerp in het risicodomein bij de verzekeringssector, zoals overal. Ook daar, als je heel veel data opslaat, betekent natuurlijk heel veel servers mogelijk zijn. En servers draaien niet voor niks, dus dat heeft een grote duurzaamheid impact. Niet alleen dat, maar ik denk dat men er zou van verbaasd zijn hoeveel fysieke archieven nog bestaan. Ook al die ruimte die ingenomen wordt en eventueel maatregelen, kwestie van brandveiligheid en zo, heeft ook een relatief grote duurzaamheidsimpact. Als we die geïdentificeerd hebben, moeten we die gaan meten, die risico's. Ik ben wiskundige van achtergrond, gaan we kijken naar de kans dat er iets kan voorvallen en de potentiële impact. De kans dat zoiets dat een risico voorvalt, hangt voor mij af van verschillende zaken. Dat hangt af van enerzijds de type van data. Met andere woorden bedoel ik bijvoorbeeld, is het de data die je hebt op papier of is het data die je hebt digitaal? Dat zijn andere typen van kansen die daarbij komen kijken. Is er een directe link met het internet? Ja dan nee. Je kunt bepaalde applicaties hebben die zeer goed afgeschermd zijn of je kunt applicaties hebben die direct interfacen met internet. Of je cloud gebruikt of niet, of processen geautomatiseerd zijn, want als je geautomatiseerd bent, heb je minder kans op menselijke fouten. Of dat je oude systemen hebt. Ook het feit dat we nu massaal aan het telewerken zijn, heeft ook specifieke nieuwe risico's, omdat mensen minder dicht bij elkaar zitten en vertrouwen veel meer op mails. En als ze, zoals phishing-mails, zijn dan net iets meer gevaarlijker. En, wat belangrijk is, als we die kans willen bepalen, moet je daar misschien tools voor hebben om dat te meten. Daar kom ik later nog even op terug. En er zijn ook al een paar dingen gezegd in de vorige, bij de vorige sprekers. Potentiële impact. Wat kan een potentieel impact zijn? Je kunt je data enerzijds verliezen. Wat op zich ook al een probleem is, want als je data verliest als verzekeraar en je weet misschien niet meer wat je verzekerd hebt, ja, dat is niet zo ideaal. Hè? Als een klant dan afkomt met een schadegeval.
Je kunt een financieel verlies hebben. Financieel verlies kan misschien van ransomware zijn, maar het kan ook een boete zijn van de gegevensbeschermingsautoriteiten. Het kan allerlei zijn. Het kan ook financieel verlies zijn, omdat je misschien inderdaad, als je een data breach gehad hebt, dat je misschien met verschillende consultants moet opwerken om dat op te lossen. Dat linkt dan ook direct met de business continuïteit. Is ook natuurlijk heel belangrijk dat als je systemen niet meer werken, dat is ook niet goed, want het zijn bepaalde wettelijke verplichtingen tegen welke tijd dat je moet antwoorden op vragen van policyholders. Of eventueel nog reputatieverlies. En misschien als je die twee kans en potentiële impact samenbrengt, dan ga ik u even een grafiek tonen van hoe dat we dan risico's catalogiseren. We hebben eigenlijk... We gaan die zeggen, op een x-as wat is de kans, op de y-as wat is potentiële impact. En onderaan heb je de risico's met weinig impact. En als ze dan weinig waarschijnlijk zijn, ja, dan is er eigenlijk bijna geen risico. Als ze meer waarschijnlijk zijn, maar toch ook weinig impact, dan zeggen we, dat moeten we zeker en vast opvangen in processen. En dan, in termen van risicomanagement, zeggen we dan, diegenen die zeer weinig waarschijnlijk zijn, maar een zeer hoog potentieel verlies hebben, dan noemen we een black swan. Daar is een hele theorie over. Dat zijn die eventen die je eigenlijk bijna niet kunt verwachten, maar als ze zich voorkomen, dat zeer impacterend zijn. En die naam komt van het feit dat mijn broer dacht dat er alleen witte zwanen was, totdat men in Australië ooit eens een zwarte zwaan tegenkwam. En dat was een heel gamechanger en dat men niet had verwacht. En dan in de rechterbovenhoek, dat is een minder gebruikelijke term, maar ik gebruik die graag, dat zijn de grijze neushoorns. Dat zijn die zeer waarschijnlijk zijn. En als je die tegenkomt, dat je wel eens een grote impact kunt hebben. Okay. Goed, belangrijk. We hebben geïdentificeerd, we hebben gemeten, we moeten die controleren. Hoe doen we dat? Wel, we gaan in de interactie moeten gaan met directie. Belangrijk is dat er een risicobereidheid, risicoactiviteit wordt bepaald op directieniveau van wat en wat niet getolereerd kan worden. Als je die hebt, gaat je die zeer specifiek gaan vertalen in KPI's. Oké, hoe gaan we dat opvolgen? Oké, kunnen we monitoren hoeveel cyberattacks er zijn? Hoeveel reputationele events komen ervoor? En dan probeer dat te meten ook. Hè. Dat is al gezegd van doet pentesting. Er zijn monitoring tools om te zien hoeveel cyberattacks je krijgt. Maar ook processen in voegen zetten om dat inderdaad uit te voeren. En dan... Indien nodig, als je dan ziet van oké, mijn KPI's leiden mij tot een niveau dat eigenlijk mijn directiecomité, mijn raad van bestuur niet heeft goedgekeurd, ja, dan moet je natuurlijk moet je daar acties op ondernemen. Patching is gezegd, maar ook hardening kan een mogelijkheid zijn. Belangrijk is ook in een verzekeringsmaatschappij is zeer hard gestructureerd in verschillende rollen en ook voor dit soort van events mogelijkheden moeten er ook bepaalde processen in plaatsgesteld worden. Bijvoorbeeld dat er een incident is, dat direct wordt opgevolgd. Dat er bepaalde lijnfuncties en information security officer in plaats is. En dat die ook samen met de risicobeheersfunctie in de, wat wij noemen, de tweede lijn zit. En als nodig is, ja, dan moet je nog gaan naar... Ofwel naar verzekeringen nemen. Dat is natuurlijk niet ideaal, maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Of eventueel, dat zeg ik ook altijd, als je risicobeheer doet, betekent niet dat je alle risico's moet vermijden. Het kan zijn dat er bepaalde risico's zijn die je zegt, oké, die kosten zoveel om ze op te lossen. En eigenlijk is de impact niet zo groot. Laat ons ze gewoon aanvaarden of laat er ons een mitigatie rondzetten. Monitoren. Als je dat allemaal gedaan hebt, moet je opvolgen dat je inderdaad die KPI's blijft uitvoeren. Dat je dat doet in je eigen bedrijf. En dat is nog eens aanstippen dat het ook heel belangrijk is voor derde partijen. En ik vind dat ook heel belangrijk om te zeggen, want als we iets uitbesteden, betekent het inderdaad niet meer dat je niet meer de eindverantwoordelijkheid hebt. Hè. Uiteindelijk, als er iets misgaat, gaat jij erop worden aangesproken worden door de policyholders. Dus daarom is dat toch belangrijk om daar zeker... in controle over te zijn. En dan, indien nodig, moet je dan weer acties nemen. En zoals ook gezegd geweest, is het ook voor mij heel belangrijk dat je je medewerkers zeer alert maakt en bewust maakt over cybersecurity. Laatste is ook nog een belangrijke stap voor mij, is uw topmanagement ook
daar rapporteringen naar doen, om hen eigenlijk zeker ervan duidelijk te maken dat zij ook de eindverantwoordelijkheid hebben. Dat is geen verantwoordelijkheid van een IT-departement, dat is geen verantwoordelijkheid van een risicodepartement. Het blijft een eindverantwoordelijkheid van het management. Maar door het regelmatig te rapporteren, zijn zij van die resultaten, kunnen zij sturen, kunnen ze ondersteunen, zijn ze ook op de hoogte van wat er gebeurt. En wat daar ook zeer interessant kan zijn, en wat er ook wel vaak is gebeurd, is dat je met het management zijn voeten speelt en dat je bepaalde oefeningen doet waar dat je simuleert dat er een cyber-event gebeurt bijvoorbeeld, en dan gaat kijken, hoe gaat het management daar nu op reageren? Want daar kan je ook heel veel lessen uit trekken. Goed, dat zijn de grote punten voor mij van risicobeheer, maar er is nog één belangrijke component die erbij komt, dat is wetgeving. Heel veel van die zaken, cyberveiligheid, cyberrisico's, zijn sterk gereguleerd. In de verzekeringssector in het algemeen is sterk gereguleerd, om eigenlijk ook, de bedoeling is van de wetgever en van de Nationale Bank, om een soort van minimum standaarden te creëren. Maar een aantal minimum zaken die in boeg moeten zijn. En wat zijn dat bijvoorbeeld? De lijst is zeer lang. Er is een hele lijst over governance requirements, dus vereisten van hoe dat je bedrijf moet opzetten, zowel voor het algemene verzekeringsbedrijf, maar ook zeer specifiek rond informatiebeveiliging. Ook, net als ik gezegd heb, als je dingen uitbesteedt, er is een waslijst aan dingen waar je moet aan voldoen. Dus alhoewel het misschien technologisch gezien zeer eenvoudig is, is er toch een zeer juridische kant ook altijd aan. Ook bij rond cloud zijn er specifieke verwachtingen. Zeker in België is er een specifieke circulaire van de Nationale Bank rond cloud. GDPR speelt uiteraard ook een belangrijke. Zeker voor levensverzekeringsmaatschappijen zijn anti-witwaswetgevingen, financiële sancties, ook deze dagen relevant. Wij hebben ook onze lijst moeten aanpassen aan wie we mogen uitbetalen en wie niet. Ook vereisten rond businesscontinuïteit en drie puntjes, want er zijn er eigenlijk nog een stuk meer. Ik ga hier proberen eindigen, ook om een beetje tijd in te halen misschien. Dus kort samengevat, voor mij risicobeheer voor cybersecurity is identificeren, meten, controleren, monitoren en rapporteren en rekening houden met de wetgeving. Hartelijk bedankt, Tim, voor deze zeer interessante presentatie. Zijn er vragen of niet wat de presentatie van Tim betreft? Jullie mogen vragen stellen, hein? N'hésitez pas à poser vos questions. Of dat was duidelijk genoeg, Tim? Bon, misschien komen er nog vragen binnen na de laatste presentatie. Zonder langer te wachten, donc je vais donc maintenant passer la parole à François Collienne. François, tu m'entends? Allô? François? François. Voilà, j'avais perdu le bouton pour activer le micro. Voilà. Mais je te passe la parole sans plus tarder. Tu as un petit quart d'heure ou un gros quart d'heure. On va essayer de respecter le timing. Merci Laurent. Et donc j'alourde tâche plutôt de terminer ce webinaire. Donc je suis François Collin, je travaille pour Zenith comme business developer. Je travaille aussi avec Rony dans la gestion des projets. Et donc ici, on va se concentrer plutôt sur la partie gestion des contenus, donc tout ce qui est documentaire, principalement gestion documentaire au sein des assurances. Donc, j'essaye de trouver le bouton, voilà. Rapidement, donc Zenith s'occupe des archives digitales depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, et on a voulu faire cette présentation en deux temps. Quelles étaient les problématiques qu'on a rencontrées quand on est arrivé dans le secteur de l'assurance, et finalement, quels sont pour nous, en deuxième partie, les différents challenges, on va dire, de,
de la cybersécurité dans les archives digitales au sein des assurances pour le futur. Donc, rapidement, en 2008, quand on a commencé à travailler dans le secteur des assurances, on était plutôt confronté à des acquisitions, fusions, à de la centralisation d'archives digitales, à des problématiques de contrôle des coûts et de modernisation. Très peu à l'époque de critères, en tout cas dans les décisions liées à la cybersécurité. La cybersécurité, elle existait déjà, il y avait déjà des demandes pour des certifications. Le WASP à l'époque existait déjà et on nous demandait de nous positionner par rapport à finalement aux fameux WASP Top 10 qui sont les différentes, les 10 principaux problématiques relevées par WASP en termes de sécurité dans les applications web. Et on a amené, nous, très très rapidement, je vais y revenir, la sécurité par design est principalement dans tout ce qui est stockage objet, qui à l'époque n'était pas encore était une technologie toute nouvelle. Aujourd'hui, où en est-on? On a 5 clients dans l'assurance. On gère plus de 300 millions de documents pour nos clients. Cela représente quand même pour nous un tiers de nos revenus. Donc le secteur de l'assurance est quand même assez important pour nous. Et on a créé des relations long terme. C'est vrai qu'il est difficile de changer d'archives digitales d'une année à l'autre. Mais on a des archives qui maintenant, ça va faire 15 ans qu'elles tournent et qu'elles évoluent. Et qu'on travaille de concert avec le client pour conserver un maximum de qualité là autour. Et puis, dernier point intéressant, c'est qu'on remarque ces dernières années, avec la digitalisation accrue, que le nombre de documents ne fait que croître et la croissance s'accélère. Donc, on a une sorte d'accélération de 50% au niveau de la création de documents digitaux dans les archives qu'on gère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour la cybersécurité? On va garder plutôt ici notre top 3 depuis le début. Zero Trust, c'est un argument que Sib a amené tout à l'heure. Les failles internes sont souvent les plus importantes. On parle dans la littérature que 80% des failles sont des failles internes et 20% sont plutôt des attaques externes. Donc, on a fait très, très attention à notre niveau de bien gérer nos architectures et les protéger, notamment au niveau de tout ce qui est mot de passe. Vous pouvez pas, il y a pas mal de mots de passe, par exemple, techniques qui sont protégés dans des solutions centralisées, qui fait que ces mots de passe ne circulent pas. À l'époque, on faisait très attention à tout ce qui était séparation au niveau des réseaux. Et puis, il y a prévenir, mais il y a aussi guérir tout ce qui est log de sécurité, log d'accès sont très importants pour, si jamais finalement on détecte une faille ou on détecte une perte de documents, qu'on puisse pointer en tout cas sur les raisons qui ont amené ça et les différents accès qui ont pu être faits pour amener ces situations. À côté du zero trust, il y a le fait que le risque zéro, lui, n'existe pas. On est toujours finalement en retard sur les attaquants, sur un hacker. Lui, il a une volonté, une ferme détermination de vouloir rentrer dans le système. On doit faire attention, nous, par rapport à ça. On remarque tout simplement, même maintenant, quand on voit le nombre de 9 derrière la virgule chez Amazon, qu'il y a toujours une petite probabilité, même dans des systèmes qui se veulent les plus hauts niveaux, les plus sécurisés. Il y a toujours une probabilité qu'on perde finalement un document ou qu'on se fasse attaquer. On a surtout, nous, travaillé à l'époque sur, et on travaille toujours, sur la gestion, la conservation des documents à Trust, avec, on y reviendra, la technologie Object Storage. Mais donc pour rappel, il y a cette fameuse règle du 3-to-1 qui dit que au niveau des backups, et des données, il faut conserver 3 copies sur 2 médias différents, dont une au moins se situe en dehors de l'entreprise et généralement pas trop près. Et enfin, sécurité by design. Comme je le disais, on a été pionniers dans l'utilisation de l'object storage.
qui nous a amené énormément de qualité au niveau de la protection address, donc c'est-à-dire quand les documents sont stockés au sein de la solution. Au-delà de cette protection address, on a aussi, grâce à la solution, une autre disponibilité. Donc la solution gère ce qu'on appelle des réplicas de documents. On a plusieurs copies de chaque document. On a aussi de l'erasure coding qui nous permet de retrouver, en tout cas, nos jeunes et réconcilier des documents sur base de copies qui seraient scindées en plusieurs petites parties. Et la solution permet aussi de conserver tout ce qui est life cycle autour des documents, donc gérer le cycle de vie. Et par exemple, quand on fait une suppression d'un document, le document, lui, va rester dans le système encore quelques jours, voire quelques mois, au cas où cette suppression n'aurait pas été voulue, par exemple. Et enfin, dans certaines de nos archives, on a aussi de l'encryption, ce qui nous permet, si jamais un document a pu être sorti par un hacker, qu'il ne puisse pas consulter son contenu. Donc, très rapidement, autour de l'object storage, qui était pour nous la manière de sécuriser au mieux les archives, ça permet de se protéger contre les ransomware et donc les cryptolockers principalement, vu que la solution ne tombe pas sur des file systems classiques. On a un système au sein de la solution qui permet de vérifier que les documents ne sont pas atteints, n'ont pas perdu, par exemple, des bits. Et si jamais le document est corrompu, le système va lui-même recréer une copie valable du document sur base d'une autre copie qu'il a à disposition. Il y a tout ce qui est gestion des accès, disaster recovery, comme je le disais, haute disponibilité. Et bien sûr, ça nous a permis d'amener des alternatives à tout ce qui était tape et maintenant cloud. Alors, comment est-ce qu'on voit le futur? Donc, ce qu'on remarque, nous, c'est qu'on est toujours dans une phase d'accélération de la digitalisation. On a de plus en plus de documents qui sont créés et tous ces documents sont maintenant de mieux en mieux centralisés dans les archives. On remarque d'un autre côté que nos solutions OCM sont parfois un peu à la traîne en termes de scalabilité. On a des solutions qui ménagent parfois la chèvre et le chou entre quelque chose à l'époque qui se voulait très collaboratif et quelque chose maintenant qui se veut plus être une archive au sein de laquelle on stocke finalement énormément d'informations sur l'organisation, sur les relations contractuelles avec les différents clients. Et ces systèmes ont parfois tendance à ne pas suivre en termes de performance, de mise à l'échelle. Et enfin, bien sûr, les archives sont très, très intéressantes pour les hackers. Comme l'a dit Tim tout à l'heure, c'est dans ces documents qu'on peut retrouver pas mal d'informations, que ce soit sur l'organisation, mais aussi sur l'ensemble des clients de l'organisation. Et on va y retrouver finalement dans l'archive une empreinte de tout le business, des snapshots à certains moments de la relation client, avec des données qui peuvent être des données sensibles, des données, comme on l'a vu dans la présentation de Tim, qui contiennent des informations médicales, qui peuvent contenir des numéros de compte, qui peuvent contenir des informations sur les personnes, comme leur niveau de revenu, ce genre de choses. Et les principales, finalement, menaces que l'on voit, c'est maintenant que les archives sont ultra centralisées, elles font partie, finalement, du système critique de l'assurance. Et donc, si l'archive tombe, d'une certaine manière, on rompt la continuité business. Et puis, comme l'a dit Tim aussi tout à l'heure, il y a cet aspect réputationnel. Quelqu'un qui arrive à sortir des informations d'une archive peut finalement mettre à mal la réputation de l'assurance. Et on voit que la réputation aujourd'hui, même avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est très important. Les entreprises ne veulent pas être associées à une perte de réputation. Alors, quels sont pour nous les challenges et les solutions? Pour ne pas la faire trop longue, on a gardé ici notre top 3. La première, c'est tout ce qui est contrôle d'accès. Si on regarde OWASP Top 10 aujourd'hui, par rapport à 2017, on remarque que finalement, tout ce qui est contrôle d'accès et perte, en tout cas mauvaise gestion des contrôles d'accès est devenue
la menace numéro un. On se retrouve principalement dans nos archives avec du contrôle d'accès qui est role-based. Alors, bien sûr, ici, le role-based permet de donner accès à une certaine ressource, à un document. Il y a bien sûr tout ce qui est en amont, pouvoir bien provisionner le contrôle d'accès, vérifier l'identité des personnes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici, mais nous, ce qu'on remarque en termes d'archives, c'est que quand on a des personnes qui sont enregistrées dans notre système, elles sont associées à différents rôles, qui ici, par exemple, sur le schéma, donnent accès à une certaine clé d'une certaine couleur. Et ces différents rôles donnent accès à des informations. Le problème avec ça, c'est que c'est pour le moment pas du tout agile. On définit plusieurs cases dans lesquelles on met les gens, mais on ne peut pas créer des sous-cases, ou en tout cas, ça devient extrêmement compliqué à maintenir sur le long terme. Et on remarque également que ce système ne permet pas la mise à l'échelle, en tout cas sur différentes solutions. Ça amène beaucoup de problèmes de performance, de post-processing, quand on essaye d'accéder à certaines ressources. Donc, le contrôle d'accès, c'est très important. C'est la première barrière contre l'exposition interne. Si quelqu'un vole l'identité d'un employé, par exemple, il peut facilement accéder à l'ensemble des ressources dont l'employé peut avoir accès en général. On remarque aussi que pour contourner le système, quand on expose, par exemple, des informations sur un portail utilisateur, on va utiliser des utilisateurs génériques. Et donc, c'est très difficile de traquer un utilisateur générique et de voir si jamais cet utilisateur a été compromis, les actions qui ont été menées avec l'utilisateur compromis et celles qui sont menées avec l'utilisateur normal du portail. Et enfin, bien sûr, les administrateurs ont généralement accès à l'ensemble du système, alors que dans cette volonté du least privilege, donc c'est-à-dire leur donner le moins de privilèges possible, ils devraient juste pouvoir vérifier que le système fonctionne, intervenir sans pour autant accéder à l'ensemble du contenu. On vous a mis ici une petite citation qui dit que finalement, la gestion des contrôles d'accès, est très très importante, et finalement tous les investissements qu'on pourrait faire dans d'autres solutions de cybersécurité, si on n'a pas gérer tous les problèmes liés au contrôle d'accès, sont finalement pas optimales du tout, dans le sens où dans la cybersécurité, on est toujours dépendant du maillon le plus faible, et le contrôle d'accès est un des maillons les plus importants, et s'il est trop faible, on est exposé à énormément de problèmes. Alors, quel est pour nous finalement le futur du contrôle d'accès? C'est ce qu'on appelle Attribute-Based Access Control, voire même sa version encore plus poussée, qui est basée sur des polices d'accès, des règles très, très avancées. Donc, ce n'est pas nouveau dans la littérature, mais ce sont des notions qui seulement maintenant commencent à être appliquées au sein des archives. Et qu'est-ce que l'Attribute-Based Access Control permet? C'est simplement de rassembler des informations, d'une part, de l'utilisateur, d'autre part, par exemple, de la ressource qu'il essaye d'accéder, et éventuellement encore des attributs externes, donc où se trouve l'utilisateur, à quel moment il essaye d'accéder à une certaine ressource. Et sur base de règles, de petits algorithmes, on pourra définir si l'utilisateur peut accéder ou pas à la fameuse ressource en question. Et on pourrait très bien voir, on a mis ici différents exemples, des règles assez poussées, où on peut ne pas donner accès à une ressource en dehors, par exemple, des heures de bureau, où on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'IP geofencing, c'est-à-dire si mon utilisateur ne se trouve pas ni chez lui, ni au bureau, la règle ne va pas donner finalement accès. On peut imaginer énormément de choses là autour. Alors, les bénéfices de cette nouvelle manière de gérer les contrôles d'accès, c'est qu'on pourra avoir finalement une protection beaucoup plus fine. On pourra aussi donner des accès à certaines métadonnées ou à certains contenus, dissocier les deux. On pourra créer des règles beaucoup plus dynamiques, comme on a parlé.
on pourra aussi mieux tracer. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces algorithmes de ABAC, toutes ces règles peuvent être testées de manière unitaire. Là où c'est très compliqué de savoir, tiens, quand dans mon Active Directory, je mets une personne dans tel groupe, je me rends compte que c'est difficilement testable ou c'est difficilement anticipable, on va dire ça comme ça, de savoir ce que ça va lui ouvrir comme accès. Ici, on peut tester ça de manière unitaire. Lié à ça, c'est la notion de métadonnées. Alors, la notion de métadonnées n'est pas forcément, vous allez me dire, liée à la cybersécurité. Mais on va y venir, pour nous, elle est critique dans le sens où on part de CM qui sont traditionnellement organisés sous forme de répertoire, d'arborescence. Et on va de plus en plus vers des archives complètement non structurées où les métadonnées sont très importantes. Les métadonnées seront cruciales. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui vont nous permettre de retrouver l'information. Mais comme on l'a vu juste avant, c'est elles aussi qui vont nous permettre d'évaluer les règles d'accès à une ressource ou pas. Et enfin, on le remarque, on a énormément de nouvelles initiatives business, que ce soit au sein des assurances, mais aussi dans d'autres secteurs. Et quand on veut lier des documents à ces nouvelles initiatives business, dans l'approche traditionnelle en répertoire, on est souvent bloqué et on doit revoir en profondeur le contrôle d'accès. On doit parfois essayer de retravailler l'archive pour identifier les documents, alors que si on peut attaquer directement via des queries sur les métadonnées, on peut très très rapidement mettre en place ces nouvelles initiatives. Donc tout ce qui est complétude et exactitude des métadonnées seront pour nous la clé. Et ça remet en lumière, ou en tout cas sur la table, la gouvernance autour de la gestion de ces métadonnées et surtout leur remplissage à certains moments. On sait que ce n'est pas évident pour les utilisateurs de garder des métadonnées finalement à jour et correctes, ou même de les corriger. Et là, on a pour ça, on voit maintenant sortir sur le marché énormément d'outils autour de l'intelligence artificielle qui nous permettent même soit de remplir des métadonnées sur base du document, soit éventuellement aussi de faire tourner des algorithmes sur l'archive complète pour détecter des problématiques là où les métadonnées pour l'intelligence artificielle ne seraient pas correctes ou seraient incomplètes avec des propositions automatiques. Ça ne remplacera pas l'humain, mais ça permet d'aider autour de ces problématiques des métadonnées. Enfin, troisième point, tout ce qui est sécurité des API. On l'a vu, on est dans un monde de plus en plus connecté. Et là, ça restera pour nous très, très important de bien sécuriser les API qui sont finalement la porte d'entrée si tout le reste du système est bien fermé vis-à-vis des menaces internes. L'API reste la porte d'entrée pour les attaquants externes. Et on l'a vu, ils peuvent passer beaucoup de temps à essayer d'attaquer par ce biais. Et bien sûr, là, il faut utiliser des tokens sécurisés, des agents centralisés et vérifier finalement toujours que la personne qui essaye d'accéder au système est bien celle qu'elle prétend être. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc enfin, pour conclure, tout simplement, ça reste, en tout cas dans nos applications web, archives digitales, la cybersécurité reste quand même une affaire de couche. Il y a tout ce qui est contenu en transit, bien sûr, qui doit être encrypté, vérifié. On peut maintenant aussi utiliser des technologies de caviardage, ce genre de choses, avant de partager les données. On vient d'en parler, tout ce qui est sécurisation des API, donc entre le monde extérieur et l'interne de l'entreprise, bien s'assurer des mécanismes d'authentification, être certain de l'identité des personnes qui accèdent au système, protéger tout ce qui est mécanisme d'autorisation. Ce n'est pas parce qu'on a des règles d'autorisation à certains moments qu'elles ne peuvent pas être compromises ou modifiées. Et donc, il faut s'assurer que
L'administration là autour soit extrêmement bien protégée. Et enfin, tout ce qui est contenu, contenu adresse, donc quand, quand le contenu est sur les disques, qu'on puisse y accéder de manière toujours sécurisée et que si quelqu'un essaye d'y accéder d'une manière ou d'une autre, il ne puisse pas en ressortir des informations importantes, qu'il ne puisse pas non plus les supprimer. L'encryption là derrière reste, reste très important. Voilà, ça termine ma, ma présentation. Merci en tout cas, François. Je vois qu'il y a une question là, je suppose que c'est pour toi, qui vient de quelqu'un d'Assuralia, Benoît Montaigne. Je voudrais bien que l'on revienne sur la notion de couche de protection, qui me paraît importante. Toutes les il me dit symbolique de l'oignon, toutes les informations détenues par les assureurs n'ont pas tous le même caractère critique pour l'entreprise. C'est vrai que les assureurs détiennent toute une série d'informations. Celles qui travaillent en plus, notamment par le biais du courtage, souvent cette information doit éventuellement remonter. À la base, il y a peut-être un débat où se trouve l'information critique auprès de l'assureur ou auprès des intermédiaires, mais ça, c'est un autre débat. Enfin, là, le monsieur faisait remarquer que toutes les informations ne sont pas pour autant critiques et importantes. Non, je pense qu'il a raison. Pour moi, c'est une question qui est un peu plus liée à finalement la gestion du risque, comme Tim le présentait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des informations dont, dont la protection est beaucoup plus importante que d'autres d'une certaine manière, même si, comme il l'a présenté, mais, toute perte d'information ou divulgation d'information peut mettre à mal au minimum la réputation de l'entreprise d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ben voilà, dans la manière d'aborder le risque par rapport à certaines informations, il y en a pour lesquelles on serait à même d'accepter parfois le risque ou de ne rien faire par rapport à un risque que l'on connaît. Je pense que ça répond plus ou moins à la question. Je veux bien rajouter un petit mot, in Nederlands misschien. Ik denk inderdaad, het is belangrijk, en ik denk dat Siep dat ook gezegd heeft, van je gaat je data normaal gezien ook klassificeren. Wat zijn de meer belangrijke data? Wat zijn de meer confidentiële data en dergelijke? En op basis van dat gaat je dan andere acties zetten. Hè? Ik denk bepaalde data kun je inderdaad misschien minder beveiligen, maar bepaalde data moet je net veel harder beveiligen. Hè? En misschien een vraag in verband met de actualiteit. Zien jullie een impact van de situatie in Oekraïne? Want er wordt steeds meer gesproken rond de problematiek van cyberrisk, zeker in het kader van dit oorlog. Heeft het iets veranderd wat jullie betreft of niet? Want tussen die twee dingen heb ik een belangrijke speler aan de lijn gehad, een belangrijke verzekeraar. En die zei tegen mij dat het, de situatie in Oekraïne in verband met alles wat te maken heeft met NATO, met de Europese landen, het wordt een ramp, hè, met alles wat te maken heeft met cyberaanvallen. Dat is tijdig genoeg. Te weten aan de huidige actualiteit. Hein? L'actualiteit nous montre que, en fait, on fait la guerre hein, grâce au cyber. Hein? C'est plus juste de la guerre conventionnelle, mais c'est vraiment une guerre que se livrent les pays européens et la Russie. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet-là? Malheureusement, c'est l'actualité. Hein? Als ik hier even op mag inpikken. Ik denk dat het een hele goede bron om te kijken, om naar te kijken als je meer wilt weten over de Russische aanval, is het CCB. De Center for Cybersecurity Belgium. Die hebben er een aantal hele goede artikels rond gepubliceerd, waarbij dat ze onder meer gezien hebben dat er criminele organisaties zijn die zich openlijk aligneren met het Russische regime. Ja. En eigenlijk zich er tot gaan toewijden om westerse landen te gaan aanvallen. België zit samen met zo goed als de hele westerse wereld nu ook mee op een redlist van Poetin. Dus de kans dat België daarbij ook getarget wordt, is waarschijnlijk.
Echter heeft het CCB ook gezegd dat ze tot hiertoe nog geen concrete indicaties hebben gezien van directe aanvallen op België. Dus ik denk als we beide zaken met elkaar combineren, denk ik dat we moeten weten dat er een verhoogd dreigingsniveau is. Dus de kans op ransomware aanvallen, er zijn er een heleboel nieuwe trouwens gevonden die ook in die artikelen naar voren worden gebracht, dat die groter worden. Maar dat we ook niet moeten panikeren. Tot wat we tot hiertoe vandaag gezien hebben, zitten we nog niet echt in een cyberoorlog in België. Desalniettemin zou ik eigenlijk hier dezelfde aanbevelingen als altijd naar voren brengen. Als je vandaag niet weet wat je gaat te zijn en hoe veilig dat je bent, laat jezelf testen. Laat eens een keer een hacker los op je systemen en breng jouw hygiënemaatregelen en je basismaatregelen naar een gewenst niveau. Ik bedank voor het antwoord. Ik heb een naamje gezien, nog denk ik van meneer Montens. Ja, hoort u mee? Ja, zeker. Heel goed. Hoort u mee? Ja, er is een andere dimensie die ook belangrijk zijn. Zoals, en de verzekeraars zijn goed geplaatst, dat is de dimensie van preventie, zou ik zeggen. Dus in het kader van een diefstalverzekering, ja, men geeft bepaalde raden, zoals de technische maatregelen om zijn woning te beschermen, de alarmsystemen enzovoort. Dat zijn verschillende schuif, dat zijn verschillende niveau. En de preventieniveau is de eerste niveau. Die moeten toch op poot gesteld worden. Dat is echt belangrijk. Zonder preventie, dus de grootte van een schade of de financiële risico van een cyberattack enorm groter worden, zou ik zeggen. Ik denk dat je vooral spreekt vanuit het geval dat de verzekeraar cyber-events verzekeren. Niet altijd. Het heeft ook betrekking tot de bescherming van de verzekeraar zelf. Oké, terecht, ja. En ik zie ook hier dat er een opmerking is van een deelnemer. Dus on a en effet vu une recrudescence des attaques provenant de la Russie. Voilà. Zijn er nog andere vragen? Zijn er nog andere suggesties of opmerkingen? Of is alles duidelijk? Want ik denk dat onze verschillende... onze verschillende sprekers duidelijk genoeg zijn geweest. Zo niet. Je crois, mesdames et messieurs, que ici l'information qui nous a été donnée était assez complète. Malheureusement, l'actualité nous rappelle évidemment que la guerre en Europe ne se fait pas que de manière conventionnelle et que la cybersécurité est de plus en plus quelque chose qui est en fait très important pour notre secteur de l'assurance. Durant l'introduction, je vous ai dit que, en fait, selon Allianz, c'était un des trois risques les plus importants dans le monde entier. Oui. Il y a fort à parier que, en fait, cela va être encore de plus en plus important dans le futur. Spéter für nu, ik denk dat deze problématique steeds meer belangrijker gaat zijn in onze toekomst. Als ik mij niet vergis, Ronnie, dan bezorgt Zenith de documentatie voor de vier presentaties ter attentie van de deelnemers. Ah, dat is goed. Dat was mijn vraag. Ja. Ah, voilà, dat was een vraag. Dank u. Of in de loop nog van deze week, of de week daarop. We hebben het e-mailadres van elke deelnemer. Dus dat is Zenith Solution die het nodig gaat doen en die daarvoor verantwoordelijk is. Als er geen vragen meer zijn, wil ik de verschillende sprekers hartelijk bedanken. Vincent, Sib, Tim en François. En misschien tot het woord vervolg, misschien tot de volgende keer om rond een andere webinar rond deze problematiek. Je weet het nooit. C'est certainement un sujet qui est et qui va rester d'application. Et on en reviendra certainement encore sur cette problématique dans un proche futur. Merci à tous. Je vous souhaite nog een fijne dag, jongens. Een mooie namiddag. Bedankt, Ronnie. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Dag.
Dag.